Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Gian Anschaven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 41 hier in België. We staan op dit moment zesde in het kampioenschap. Doen we goed. En nu moeten we zorgen dat Richard Verschoor bij ons blijft voor de rest van seizoen 3. En dan misschien op naar seizoen 4 met een nieuwe teamgenoot. Toch nog even de rijdersmarkt bekijken. Wie er allemaal beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld Jacques Villeneuve, Jenson Button, David Coulthard, Felipe Massa, Mark Webber, Nico Hülkenberg, Alain Prost, Michael Schumacher en Ayrton Senna. Alleen die zijn allemaal veel te duur. Dus die kunnen wij niet gaan nemen. Misschien dat we in seizoen 4, als we geld genoeg hebben, Jacques Villeneuve kunnen pakken of Jenson Button. In ieder geval bereikt Verschoor een akkoord en nu moeten wij het salaris gaan bepalen. Gaan gewoon 5 miljoen bieden als salaris. Wat hij nu heeft, dat neemt hij niet. Hij wil graag meer geld zien. Door geld. Je hebt nooit geen geld. Griep. Boef. Dus dat wordt gewoon zometeen een poging 2. Aantal updates dus op de auto geplaatst. En bieden nu 5,1 miljoen dollar. Kijken wat Verschoor doet. Daar wil hij ook niks van weten. Dan maar eens 5 euro schrijven. 5 euro's? Op je muil, gauw. En dan wordt dit de laatste poging om Verschoor voor seizoen 2 de resterende races veilig te stellen. Anders moeten we op zoek naar een andere rijder. En gaan gewoon voor 5,5 miljoen dollar. Als basissalaris en dat accepteert Verschoor, gaat er 500k erop vooruit. Maar goed, heb jij die vorige video gemist in Hongarije? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien? Dat kan rechtsboven het i'tje. Klik erop en zet die video bescheiden. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal, gewoon even doen. Abonneer je vooral voor meer wekelijkse F1 22 My Team Career content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race en video meer van mij mist. We gaan lekker met de abonnees, 157 abonnees op de teller. Later pushen naar die 160 abonnees. Dus ben je nog niet geabonneerd, gewoon even doen. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen, @GiananSchaven op Instagram, Twitter en Facebook, staan in de beschrijving. Dus gewoon een volgje doen. Dat zou heel erg leuk zijn als jullie dat zouden gaan doen. We moeten een beslissingen maken tussen races, ovalen of fans. Gaan gewoon voor, ja. We moeten even kijken. Ik denk gewoon voor ovals en krijg een 1k driver acclaim erbij. Goed gedaan. Dan nog een andere. Wat is het? Dilemma. En gaan voor Difficult weer 1k driver acclaim erbij. Goed gedaan. In totaal 2k dus erbij verdiend. Geen nieuwe berichten. En ik zou zeggen, laten we lekker doorgaan naar de kwalificatie voor aflevering nummer 41 hier in België. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1. Lekker zonnig, bewolkt weer in België. Zo hoort het ook te zijn. In Q2 kan er wel regen komen, dus daar moeten wij voor uitkijken en oppassen dat we daar niet iets heel geks gaan doen. Eerste bocht nemen wij heel erg goed, jazeker. De motor is wel wat beschadigd, maar de race duurt maar 22 rondes. Dus ik verwacht wel dat die mee gaat komen en dat we in Zandvoort een nieuwe motor kunnen gaan noteren. Goed verhaal. Helaas daar een track limits waarschuwing iets te vroeg ingestuurd. DRS geopend en wij laten een tweede tijd noteren op een tiende van Alexander Albon. Dat is een P3 geworden omdat Sainz sneller is gegaan. Einde van Q1. En het is bewolkter geworden. Staan op P16. Op het randje om door te kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. De regen gaat zometeen vallen in Q2. Maar eerst kijken of wij nog door kunnen komen naar die Q2. Zitten voorlopig in het groen met paars in sector 2. Nog 4 minuten op de klok.
komen aan bij de laatste bocht. Iets te wijd. Daar helaas. Maar dat is de tiende tijd. Goed gedaan. En dan zijn we aanbeland bij het tweede kwalificatiedeel. En de regen is er. De baan is nat. En we moeten verder op de intermediate. Zoals jullie kunnen zien. Kijken of wij misschien een plekje naar een P14 kunnen gaan. Het zou wat betekenen voor de race. We moeten in de race natuurlijk opletten, want we zijn niet snel op dat rechte stuk. We moeten het hebben van het bochtige gedeelte, sector 2 en 3. Dat zijn onze sterkste punt, maar sector 1 is een knelpunt. Ging daar bijna mis op Oroes, maar we weten de auto mooi recht te houden. En dan komen we aan bij het einde van deze run, daar iets te wijd bij Blanchimont. Dat is Blanchimont, jazeker. Laatste bocht hier in België. Goede exit gepakt. En dat is een P13. En we duiken naar binnen. Norris doet het snelste in Q2. Hamilton naar P2. Sainz 3. En wij komen helaas tekort P16. Jammer, maar helaas een 16e positie voor ons hier in België. Op naar de race. Er kan van alles gaan gebeuren. Daar gaan we dan voor aflevering nummer 41 van F1 22 My Team Carrière. We're in Belgium once again for today's round of the Formula One World Championship. It's a race that the great Ayrton Senna won 6 times, and in 2019 Charles Leclerc became the first driver to take their maiden win here since Michael Schumacher in 1992. Spa-Francorchamps then is a 4.35 mile tour of the Ardennes countryside with 9 rights and 10 lefts, giving us the grand total of 19 corners. Average lap speeds in the dry can reach about 145 miles per hour, but without a significant improvement in the conditions, we are not going to be seeing anything like that today. It's time to take a look at our starting grid for today's race. Charles Leclerc lines up on pole position. And starting next to them is George Russell. Considering the rest of the grid, we have Verstappen, Sainz, Lando Norris, and Perez. Hamilton, Fernando Alonso, Gasly, and Yuki Tsunoda. Latifi, Ocon, Alex Albon, and Magnussen. Joe, the Professor, Lance Stroll, and Theo Pourchaire. Tictum, Schwartzman, Richard Vasseur, and Mick Schumacher. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway. A warm welcome to Anthony Davidson, who is beside me in the commentary box today. We should talk about Williams. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do, and that's definitely contributed to the performances we've seen. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Moeten de engineer niet teleurstellen in deze grote prijs. Regen starten volgens mij op de full wets banden. Dus dat kan nogal lastig worden bij de start, omdat er geen tractie is. Moeten zometeen zorgen dat we alles heel houden in de eerste bocht. Geen voorvleugels verliezen. Ik denk dat de strategie gewoon full wets is en daar zo lang mogelijk op blijven rijden totdat de baan droger en droger begint te worden. Dan kunnen we naar de intermediates en misschien wel naar de droge weerbanden. Wie weet. En neem natuurlijk ook extra brandstof mee om wat harder te kunnen pushen dan de rest van het veld. Ben ook benieuwd wat Richard Verschoor kan na zijn contractverlenging. Tot het einde van het seizoen zit hij dus bij ons vast. En ja, daar gaan we gewoon beginnen denk ik voor aflevering nummer 41 van F1 22 My Team Carrière Mode. Op het einde dus droog, dus het kan ook nog wat van pas gaan komen. Maar eerst de Formation Lab. Jazeker, traditioneel de Formation Lab. De banden mooi opwarmen. Banden en remmen opwarmen,
over de gehele ronde, zegt de ingenieur. En ja, dan gaan we gewoon zometeen beginnen voor aflevering nummer 41 van F1 22 My Team Career Mode. Eerst naar de grids toerijden, dat zijn we nu aan het doen. En de vraag is, komen wij goed of slecht in de plek terecht? Jazeker, komen we goed op onze positie, op onze plek. En dan gaan we dus gewoon beginnen voor aflevering nummer 41 van F1 22 My Team Career Mode. De lampen gaan aan voor de grootprijs van België. En ze zijn uit en we zijn onderweg. En we komen matig weg, flink wat wielspin al te pakken. Gelijk spray voor onze neus. En gaan hier naar de binnenkant kijken van Joe, van Ocon, van Latifi. Dat lukt allemaal, jazeker. En dat is P11. Vijf plekken gewonnen bij de start, maar Tsunoda heeft een betere exit, zit aan de buitenkant. Wij proberen hem daar af te knijpen richting Eau Rouge, lukt helaas niet. En Tsunoda is ons gepasseerd. Latifi gaat ons zometeen ook voorbij, denk ik, op dat rechte stuk, want wij zijn hier gewoon niet snel genoeg. Kan Latifi hier profiteren? Drie dik hier, want Ocon kijkt ook. Maar wij houden voet bij stuk en dat is nog steeds P12. Daar aan de binnenkant proberen van Tsunoda en Albon knokken samen om die positie. Hier 2-1, jazeker, en dat is P10. Goed gedaan. Einde ronde nummer 1 als we aan de buitenkant kijken van Fernando Alonso. En dat is de 9e positie. Charles Leclerc dat dit de snelste race met een 2 minuut 3. En wij laten een 2 minuut 9.562 noteren. Nu op naar Pierre Gasly. Voor P8. We hebben een slechte exit en Alonso zit zo meteen te kijken op dat rechte stuk als hij voldoende snelheid heeft in zijn Alpine. Ronde nummer 3 en ik ga naar binnen voor de intermediates. De baan is minder nat geworden, de regen is aan het verminderen. En heel veel mensen duiken met mij mee naar binnen. Charles Leclerc noteert nu de snelste race onder met een 2 minuut 6 volgens mij. 2 minuut 06, dat moet ik eigenlijk zeggen. En zijn dus de pitstraat in voor de intermediates. Nog steeds de regenbanden eronder. Geen DRS beschikbaar in ronde nummer 3. Enzovoort enzovoort. Perez dus naar binnen gedoken. Het hout begint hier een beetje te kraken vanwege de warmte. Dat is niet fijn. Helaas, helaas, helaas. Pindakaas. Nou, je bent veel te leuk, maar dit vind ik wel om te lachen. 2.5 is de pitstop. Goed gedaan, nog één stop te gaan in deze grote prijs. In ronde nummer 4 dus naar de intermediates. En komen terug op P19. Voor Fernando. Voor Esteban Ocon. En Theo Poortje. En Fernando Alonso volgens mij. Of die ons al gepasseerd, dat weet ik zo niet. Ronde nummer 5 is het als daar een heel treintje vormt. En dat is verschoren die Perez heeft opgehouden. Hij duikt naar binnen. Prima teamwerk van mijn teamgenoot. En Perez dus verschalkt. En wij noteren de snelste race ronde met een 1.59.499. Lewis Hamilton is de volgende. We prutsen daar een beetje de exit van bocht nummer 1. Gasly komt voor ons weer de baan op. Is die overkut geslaagd? Jazeker, want hij is heel snel op dat rechterstuk, zometeen. En daar hebben we wat last van. Onderstuur krijgen een waarschuwing vanwege een bochtafsnijding. Kan Perez hier naar ons toe rijden? Jazeker. Kan hij ook aanvallen? Dat is een andere vraag. Die Honda is snel. Perez kijkt naar de binnenkant. Lukt niet. Lukt helaas niet. P12 in ronde nummer 6 van de race. Nog 17 rondes te gaan. Naar Gasly aan de buitenkant. Lukt niet. Dan hier naar de binnenkant kijken. Jazeker. Beetje wielbengen. Dat mag allemaal. En dat is P11. Goed gedaan. De baan wordt droger en droger, zegt de ingenieur. Maar moeten vooral de natte delen gaan opzoeken als het zometeen echt droog begint te worden. Einde ronde nummer 6 zitten we. Als Magnussen en Verstappen naar binnen zijn gedoken, geel in sector 3, omdat daar een Alfa Romeo langzaam rijdt. Dat is volgens mij Guang Yuzhou, die daar gaat uitvallen in de race. Esteban Ocon noteert de snelste race rond met 1.59.4.
Mijn spraak is helemaal op vandaag, maar dat is geen probleem. Zo is de pitstraat binnengedoken. Mensen, dat probeert hij. Ik denk dat hij een lekker band heeft. Guang Yuzhou heeft een lekker band. En gaat proberen de auto nog in de pitstraat te krijgen om te zorgen dat hij van banden kan veranderen. We zijn blij dat we nog op de intermediate band rijden, dus blijf buiten, zegt Mark Priestley. Zo nog steeds in de pitstraat. Volgens mij rijdt hij niet meer en gaat uitvallen in de grote prijs. De eerste uitvaller van de dag heet Guang Yuzhou. Zometeen de bevestiging boven in beeld. Jazeker, Guang Yuzhou uitgevallen in de grote prijs. Hier rijdt de Chinese coureur gewoon normaal, maar ik denk dat het hier al gedaan is. Jazeker, de band begeeft het. Hamilton moet daar even oppassen. Of is dat George Russell, dat weet ik niet. Maar ja, wij halen daar gewoon... Tenminste, of iemand haalt daar onder geel in. Is dat Verschoor? Ik weet niet wie het is. Ik denk dat dat Richard Verschoor is geweest. Dat wij hem hebben... Tenminste, dat hij... Iedereen heeft ingehaald onder geel. Dat mag blijkbaar. Maar goed. Helikopter short van Zhou Guangyu. Iedereen raast hem voorbij. Oh nee, dat waren wij. Wij hebben iedereen ingehaald onder geel. Dat mocht gewoon. Het was Verschoor niet, want die passeerde hem net. Dan heb ik dat stukje er niet in gezet. Maar goed, dat geeft niks. Zhou Guangyu. Gaat het hier lastig krijgen in de pitstraat. Wat doet de Chinese coureur hier? Hij kan gewoon niet harder. Heeft moeite met insturen, zie ik. Doet het heel voorzichtig aan en kan gewoon niet harder. Kom op. Kom op, je kan het. Je kan het. Door, door, door. Heeft hij de snelheid wel in zijn Alfa Romeo? Hij rijdt gewoon nog. De auto moet in beweging blijven. Ik denk dat hij het hier zometeen lastig gaat krijgen op de heuvel. Rijdt nauwelijks. Nou, hij kan het nog redden. Nou, je hebt trouwens net gezien dat hij gedisqualificeerd is. Dus ik denk zometeen dat de auto wordt weggeskipt en weer terug naar onze POV wordt gezet. Ik snap eigenlijk niet waarom die is gedisqualificeerd. Want hij kon gewoon verder rijden als hij de snelheid had. Die had hij trouwens niet. Nee, Zhou Guangyu redt het niet in de grote prijs. Dat is jammer voor hem. Nou. Redt hij het? Hij redt het niet. Zhou Guangyu redt het helaas net niet. Dat zeg ik wel. Hij rijdt gewoon hoor. Nee, helaas. En Theo Poortje is uitgevallen. De tweede uitvaller van de dag. Het gaat hier heel snel in België. De Virtual Safety Car is uitgeroepen na een uitvalbeurt van de... Wat is het? De Fransman. Het gaat heel hard hier in België. Eerst zo, nu Theo Poortje. Virtual Safety Car is uitgeroepen. We moeten een Delta gaan aanhouden in de grote prijs. We komen vlak voor Gasly weer de baan op. Jazeker, Gasly wou een overcut proberen. Is niet gelukt. Hier dus wat er is gebeurd met Theo Poortje. Ja, ik denk een motorisch probleem of een versnellingsbak. Maar de Williams houdt er mee op. De Williams finisht hier niet in België. Tweede uitvaller van de dag. Het gaat echt hard. Wat ik niet had verwacht. En in ronde nummer 10 zitten wij. En wij noteren... Een 1.58.3. Nog 11 rondes te gaan. De regen nog steeds op de baan. Achter ons rijdt Lewis Hamilton. Die kennen wij van Hongarije. Daar hebben wij een aanvaring mee gehad. Dus daar moeten wij voorzichtig mee zijn. Weer geel in sector 1. Omdat daar iemand rechtdoor is geschoten. Dat is volgens mij een Williams of een Aston Martin. Weet ik niet zeker. Maar geen uitvalbeurt. Jazeker. Dus dat is goed om te zien. Daar komt Lewis Hamilton voor een aanval voor P11. Kan er niet langs.
Perez op P10, sorry. Hamilton rijdt op P9 en wij rijden op P8. En daar helaas een beetje een bonjegevecht tussen hier Hamilton, mijzelf, Norris en Perez. Wielbengen met Lando Norris, raken ook Norris vanwege die waarschuwing. Geven niet op. Gaat voor P5. P4 bedoel ik. Het gaat voor P4. En wij houden nog steeds voet bij stuk. Charles Leclerc op P3. Verstappen op P2. George Russell leidt de race hier in België. Maar Verstappen zit in zijn kielzog. Ronde nummer 14 is het. En daar zit Norris aan de binnenkant. Is er nog niet voorbij. Wij houden hier de beide lijn open en dat is nog steeds de vierde plek. 12 punten erbij als het zo zou gaan eindigen. Toch een prima race van ons voorlopig. Nog steeds de vierde plek in handen. Ronde nummer 15 is het. Als we daar weer Norris hebben, die probeert het aan de binnenkant, lukt niet. Dan naar de buitenkant kijken. En dat lukt ook niet. 2,8 seconden is het gat voor ons. Dat klopt helemaal niet. Want Leclerc rijdt op 10,7 van ons. Dus Priestley is niet echt bij de les vandaag. Maar goed, dat is geen probleem. Want wij rijden op de vierde plek. Twee uitvallers, Joe en Poortje en nog 7 rondes eraan. Eindronde nummer 15 bedoel ik. Als we daar weer Norris hebben, die schiet door, wij kruisen terug, pakken hier de buitenste lijn, meer snelheid meenemen en dat is nog steeds de vierde positie. Charles Leclerc noteerde even de snelste raceronde. Ik weet niet wat de snelste raceronde was, terwijl Norris daar opnieuw een aanval doet aan de buitenkant in ronde nummer 16. Maar dit keer lukt het alweer niet. Weer hetzelfde verhaal. En dan heeft Norris hier zometeen de slipstream. De betere topsnelheid in zijn McLaren. Wij gooien alvast mijn overtakeknop aan. Dat heeft helemaal geen zin. Of Norris moet het hier gaan verpesten. Zit te kijken, maar kan er niet langs. Wordt daar flink geblokkeerd. Norris aan de buitenkant. Ook niet. En Lewis Hamilton kijkt mee voor een aanval op Carlos Sainz. Onder nummer 17. En daar zit Norris aan de buitenkant. Is er voorbij. Ook Sainz zit te kijken. Maar wij remmen wat later dan de Brit. En nog steeds is dat de vierde positie. En Sainz profiteert mee. P5 voor de Spanjaard. We stappen nog steeds achter George Russell in ronde nummer 17. Voorlopig leidt Russell de race. En gaat hij, als het zo eindigt, weer een race winnen in My Team Career Mode. Lewis Hamilton nog steeds winloos. Ronde nummer 21 is het als wij Perez achter ons hebben. Sergio Perez is Sainz en Norris voorbij. En gaat zo meteen een aanval openen op de vierde positie. Zit er dicht op. Maar Sergio Perez is hem in één keer kwijt. Wat is daar gebeurd? De gele vlag wordt gezwaaid. Perez is hem kwijt. En is uitgevallen. De Red Bull rijder finisht de race niet. Hij heeft volgens mij meerdere auto's geraakt. Hamilton is naar binnen. Nee, Hamilton is niet naar binnen. Maar volgens mij is Hamilton en Norris daarbij betrokken. Wat ziet Perez hier op de exit? En verliest Perez een dubbele moment. En raakt daar zelfs de McLaren. En Lewis Hamilton is het haasje. Perez uitgevallen na een heel raar incident. Dit ziet Lewis Hamilton. Helikoptershot. Helikoptershot. Oh, en Lewis raakt er met zijn voorvleugel er volop. Lewis Hamilton, zijn voorvleugel is beschadigd. De vraag is, duikt hij naar binnen? Nee. Lewis duikt niet naar binnen in de ene laatste ronde van de wedstrijd. Maar Perez met een groot moment. Einde race voor de Mexicaan. Russell houdt de druk erop. Want Hamilton gaat niet naar het podium. Verstappen komt tekort. P2. Leclerc met de snelste race ronde punt naar P3. En wij dus naar P4. Naar een krankzinnige race. Goed gedaan. De vierde plek is binnen.
En dat betekent op naar de volgende wedstrijd in Italië. And that's the end of the race. We'll see you in Parc Fermé. So another fantastic victory for the Silver Arrows. And talk to me, what do you think it was that sealed the win for them? Well, this was a real team victory. They put together a solid strategy today that appeared well suited to the conditions out on track. The driver did everything that was expected of them in the moment to really execute the team's plan to perfection. A shining example of how F1 really is a team sport. After an excellent performance at the Grand Prix, I'm sure there'll be plenty of celebrations tonight amongst the Mercedes team, and they certainly deserve it. Nou, hier ben dan dus uitleg van de wedstrijd. George Russell wint de grote prijs van België. Verstappen naar P2. Wij krijgen een driver of the day. Leclerc op het podium. Met als het racepunt wij dus van P16 naar P4 goed gedaan. Lando Norris P5, Hamilton 6, Sainz 7, Latifi 8, Gasly 9 en Kevin Magnussen pakt dat laatste punt voor Williams. Tsunoda 11, Alonso 12, Dan Ticktum P13 en Esteban Ocon op P14. Heel veel gebeurt in de grote prijs. Drie uitvallers met Perez die nog even is afgevlacht. Zesde in het coureursklassement, klimmen richting George Russell. Goed gedaan. En P5 in het constructeurskampioenschap. Jazeker, doen het goed, doen het echt goed. Wat minder goed is, is de rivaliteit breakdown met mezelf en George. Dat is 16 tegenover 10. Dus daar moeten we echt aan gaan werken. Team McLean is wel goed. We scoren dus level 13, wij dus level 17. Het team level 22. En van alle sponsoren inkomsten gehaald, $1,05 miljoen. Helaas hebben mijzelf en Verschoor heeft gewoon $32.500 laten liggen door schade. Richard, dat moet echt beter, vriend. In totaal $2,63 miljoen. Maar we hadden hier met veel meer geld naar huis kunnen gaan. En naar huis bedoel ik echt letterlijk naar Zandvoort. Want ja, dat is onze thuisreis. Dat is de volgende aflevering. Maar jammer van wat er is gebeurd, Verschoor. Echt jammer. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me waarom je het leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F122 My Team Career met content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van me mist. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video van My Team Career Mode. En volg me even op de sociale media, @GNN_schouder op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam en inbeschrijving hebben wat updates binnengekregen. Dus de auto moet alleen maar beter en beter worden in de resterende races. Ja, dit was GNN, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, bro.